Salam dames, ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik een rolcake maak. Het is een cake die je super snel maakt. Je hebt er denk ik een half uur nodig in totaal. En dan kun je die al serveren. Dus als je onverwacht bezoek hebt of je gaat onverwacht ergens naartoe, is een rolcake ideaal om mee te nemen of om te serveren. Je kunt die vullen met van alles. Ik heb nu een topping gemaakt en confituur gebruikt, maar je kunt ook vullen met chocolade en met andere verschillende smaken. Je kunt die ook op verschillende manieren serveren, gewoon snijden met chocolade erop of een toefje slagroom en fruit. Je kunt er echt mee variëren. Ik ga jullie nu laten zien hoe dat ik mijn rolcake maak. Wat je nodig hebt voor je cake is 5 eieren, 80 gram bloem, 80 gram suiker, 1 vanillesuiker en een mespuntje zout. En wat je nodig hebt voor je topping is 200 gram room, 250 gram mascarpone, 2 vanillesuiker, roze bloemsuiker, een klopfix. En als je het geen topping wilt, als je dat alleen wilt voor in de binnenkant, dan moet je alles halveren, anders heb je te veel over. Het is eigenlijk super simpel, je moet bijna niks doen. Gewoon 5 eieren samen met suiker, vanillesuiker en een mespuntje zout. Heel goed opkloppen op de hoogste stand, ongeveer 5 à 6, 7 minuten. Totdat je ziet dat echt een schuimig mengsel is geworden, dat dat niet meer zo lopende ei is. Ik zal jullie zo meteen laten zien wat voor een mengsel het moet zijn. Dus gewoon blijven alles mixen, behalve uw bloem. Dit is het resultaat van uw eieren met uw suiker, vanillesuiker en zout. Een wit mengsel, heel luchtig. En dan voeg je uw bloem erbij. En dan ga je met uw spatel dat voorzichtig mengen, zodat je beslag luchtig blijft. Dus gewoon telkens voorzichtig mengen en zien dat je beslag heel luchtig blijft en ook dat er geen klontertjes in zitten. Dus gewoon alles van de bodem meenemen. En als dat is gedaan, neem je er een bakvorm bij, een rechthoekige bakvorm. Doe je daar een bakpapier bij in en dan ga je je beslag er gelijkmatig in verdelen. Ik heb mijn beslag met de spatel een beetje verdeeld. En daarna heb ik een... ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet noemen, maar zo'n cakeverdeler. En dan heb ik zo mijn beslag recht uitgestreken, zodat dat overal gelijkmatig verdeeld is. Probeer gewoon uw deeg in de hoekjes te krijgen en alles recht te verdelen. Dan mag je in een voorverwarmde oven voor 10 minuten op 200 graden. En daarna haalt jij die uit de oven als die mooi goudbruin is. Daarna, als je cake nog warm is, draait jij die op een vochtige handdoek of vaatdoek, op een vochtige vaatdoek. Dan verwijdert jij heel voorzichtig je bakpapier eraf. En zien dat je cake niet kapot gaat, want die is nog warm. Als je die volledig eraf hebt gekregen, dan ga je je cake oprollen met behulp van je vaatdoek. En dan mag die voor 10 minuutjes in de koelkast afkoelen. Dan gaan we beginnen aan de topping maken. Je neemt 2 kommen. In de ene doe je je mascarpone in. En ik heb een lepeltje room erbij toegevoegd. Een lepel.
Daarna neem je een andere kom en voeg je daar je room bij en je vanillesuiker, je klopfix en je poedersuiker. En die ga je op de hoogste stand mixen. Je room is goed als je je kom omdraait en je room er niet uitvalt. Dan weet je dat die stevig genoeg is. Gewoon op de hoogste stand blijven mixen. En ook zien dat je room koud is. Want als die warm is, gaat die stollen en dat is niet de bedoeling. Dan ga je boter maken. Bij mijn mascarpone en mijn nepelroom heb ik ook een nepel roze bloemsuiker toegevoegd. Die heb ik van de Albert Heijn. Die ga je ook goed mixen tot die stevig is. En dan ga je die beide met elkaar mengen met behulp van een spatel. En mag je dat ook voor 5 minuutjes in de koelkast. Daarna rolt je je cake uit en ik heb daar confituur in gedaan, aangezien ik dat echt lekker vind. Je kunt natuurlijk kiezen wat je er zelf in doet, je kunt er ook chocolade in doen. Dan heb ik mijn crème fraîche, mijn mascarpone mengsel er ook op gedaan. Gelijkmatig verdelen. En de rest kun je als topping gebruiken, want ik heb veel te veel gemaakt. Dan rolt je je cake terug op als je er genoeg op gesmeerd hebt. En daarna kun je die in stukjes snijden. Je kunt dat in hele fijne plakjes snijden. Je kunt dat ook in iets grotere plakjes snijden. Dat is dan nu de keus hoe dat je dat zelf mooier vindt. Dan zie je ook dat de binnenkant heel mooi is. Aangezien dat dat mooi opgerold is en er confituur in zit en een topping. Probeer elk stukje wel even groot te snijden. Dit is het resultaat. Daarna kun je dat serveren hoe dat je zelf wilt. Hier heb ik dus mijn overschot van mijn topping gebruikt. Heb ik er een toefje op gespoten. Dan moeten die wel uiteraard in de koelkast bewaard worden. Je kunt ze ook zo laten. Je kunt er chocolade op doen. Er zijn verschillende manieren om ze te serveren. Ze zijn heel lekker, heel luchtig. En heel snel klaar. Ik hoop dat alles duidelijk was en dat jullie ervan genoten hebben. Als er vragen zijn, mogen jullie ze altijd stellen. Jullie mogen me altijd delen, abonneren en liken. Ik hoop ook echt dat jullie er genoten van hebben. Slemma.